Je hebt van die platen die inslaan als een bom en een heftige, maar ook zeer tijdelijke beroering in de muzikale vijver teweeg brengen. Er zijn ook platen die wat meer tijd nodig hebben. Het debuutalbum van de Amerikaanse band Sparklehorse is zo'n plaat. Een juweeltje, zo wist uiteindelijk de voltallige muziekpers een jaar na het verschijnen. En voor iedereen die nog twijfelde, gaf de groep een subliem concert op het laatste Lowlands Festival. Mark Linkous is de drijvende kracht achter Sparklehorse. Het is een man die langzaam op gang komt en voor wie een 2-meter-sessie eigenlijk te snel moet worden afgewerkt. Want experimenteren kost nou eenmaal tijd. Hey, Scott, can you play Chorus and Painbirds? Vandaag in de 2-meter-sessie Sparklehorse. En eigenlijk verdient die band alleen al een Grammy Award vanwege de fantastische albumtitel Vive Dixie Submarine Transmission plat. Dat is hem helemaal. Maar ook vanwege hun muziek verdienen ze natuurlijk de aandacht. En dat zit goed. Wat vanochtend hier allemaal binnen is gebracht. Allerlei kindermuziek als instrumenten, maar ook bijvoorbeeld een cornet, merk Bach. En een 110 jaar oude bas. Gespeeld door een hele jonge bassist. Sparklehorse in de 2-meter sessie. Supposed to come a rain, but it's not. Oh yeah, here come the pain birds. Oh yeah, here come the pain birds.
Our war is stifled.